I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not just a moment. Stabek, zagen we tegen Kagap ook veel. Mooi. Break, Stabek. Ook rustig, Richters. Ja, is nog vrij rustig. Ze zijn nog allebei een beetje nog aan het aftasten. De acties die ze maken zijn wel hard. Dat doet ze hier. Ja, dat was te zien. Naar de binnenkant been. Duidelijk. Break. Nou, dat zal Verhoeven ook wel gezien hebben. En die zal er waarschijnlijk op door gaan beuken. En die wil denk ik heel snel naar huis. Daar, oh. Binnenkant been. Wat Tabena ook zoveel deed bij Gebebis. De combinatie van Levi. Break. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, loop naar mij, laat zien. Hij doet ook niet goed hoor, hij heeft pijn aan zijn been. Ja, hij heeft zeker pijn aan zijn been. Mooie reactie ook van Verhoeven, die bleef heel rustig, zakelijk. Dat is die 10 jaar ervaring aan de top. Die gooit er nog een laatste offensief eruit. Mooie rechter. Het ziet er niet naar uit dat hij deze ronde gaat overleven. Maar Levi is een krijger. Break. Krijgt nog een paar kritisch op hetzelfde been. Ja. Heeft last op zijn lichaam. Oh, weer die trap. Ja, één na de ander op het rechter, op het linkerbeen van Levi. Knie, binnenkant, buitenkant, knap hoor. Klinisch, Verhoeven. Ja. En de tweede knockdown, het is klaar. Ik denk dat ze de hand moeten gooien. Twee knockdowns in de ronde. 3, 4, het is klaar. 5, Rico Verhoeven. 6. 7, 8, armen. Oh, is het finale. Finale is anders, sorry. Ja. Oh, op zoek naar de kill. En gered door de gong. Hij overleeft hem nog. Stronkelt bijna naar de zon. Zien alles goed. Ja, goed methodisch van Verhoeven. Hij weet precies wat hij moet doen. Hij is zo scherp in het lezen van het moment. Dan doen we dit. 3 keer en dan ga ik weer naar boven. Oh, je been doet pijn. Doe ik nog 12 keer een trap. Afbreekwerk. Hij is gewoon aan het afbreken. Ja. En dat is die ervaring. Jarenlange ervaring aan de top. Om in het heetst van de strijd die scherpte te houden. Dit lijkt me een... zeker een hoogte aan een gelopen race. Of... er moet nu iets heel spectaculairs gaan gebeuren. Ja, hij heeft vooral last van zijn linkerbeen. Dan kan je rechts voor gaan staan. Mooi. Goeie hoek. Goeie combinatie van Levi. De mannen gaat Verhoeven weer die... Wat een klap zeg!
geslagen. Rico. Kan hij nog reageren? Wankele benen. Jongen. Wat een gevecht. Oh. En hij krijgt er weer een paar. Links komt aan. Hij is wankel. Break. Step back. Stap terug. Ik weet niet wat ik zie. Ja, dan heb je in één keer geen pijn meer, Levi zijnde. Nou, hij heeft ze nog wel. Alleen moet hij nu door. Hij moet nu doorbeuken. Als hij doorbeukt, kan alles van hem zijn. Kan zijn droom uitkomen. Ik denk dat Verhoeven zich weer herpakt heeft. Ja, knap hoor. Die Kijk, heeft zich weer herpakt. Verhoeven aan het drukken, naar voren. En begint dat been weer te bewerken. En we zien het nu. Rood, blauw. Rechter over Hansen. Als hij nog een keer terugkomt met zo'n... Levi nu in de problemen. Wat een gevecht zeg. Stap terug. En daarom wil je zo'n toernooi. Je hebt het goed gezegd, Alex. Zo'n toernooi is altijd vol verrassingen. En nu ook. Wat was het toen? Wat is heel knap. Wat een hard van Verhoeven. Eet armen. Jongen. 40 seconden nog. Wie haalt het einde? Harde rechtse directe. Oh, weer de springbackfist. Die was half raak. Je ziet het aan de wankele benen van Verhoeven. Hoge trap. Verhoeven heeft het zwaar. Verhoeven heeft het zwaar in deze wedstrijd. Opstoot. Levi heeft het zwaar in deze wedstrijd. Ze hebben het beide zwaar. Ah, dit is echt een titanenstrijd hoor. Hier hou ik van. Ja. En weer. Hij gooit zijn laatste krachten eruit. 10 seconden nog. Weer naar het been. Een voorproefje Levi voor de staat. Laatste ronde. Oh, oh ja. Ben jij en zakken. Ik denk dat het nu klaar is. Voor mij is het de vierde keer. Vierde knockdown. Vierde knockdown in de hele wedstrijd. Een sloper zeg. Wat een sloper. Hij is uitgeteld. Rico Verhoeven wint de titel. Hij wint het toernooi. Hij ging naar de gast. Dat hij gewoon de aller beste is, Melvin. Want jongens, ja. Als je zo kan terugkomen naar zo'n spinning backfist, dan laat je gewoon dat je de king of kickboxing bent. Onvoorstelbaar. Ik zei het toch tegen je, deze man, ik weet niet, deze man moet veranderen naar Terminator. Dat is gewoon niet normaal. Dit is gewoon elke keer wat ik ook zeg. Je kan hem gewoon niet elimineren. Het kan gewoon niet meer. Ik ga gewoon bijna geloven dat dit is onmogelijk. Het is ik weet het niet. Ook als je kijkt naar de richters die eigenlijk op sterven na dood was. Ja, maar spinning back uitgooit. Die raakt, Remy. Wat gebeurde daar? Ja, ongelooflijk. Ik wist niet wat ik zag. Die spinning back kwam out of nowhere. Ja, echt. Ineens, hup, boom, spinning back. En hij is gewoon de terechte kampioen. Heeft een mooie wedstrijd gedraaid. Wow. En is er gewoon tot zeker deze wedstrijd is doorheen gelopen. Maar deze wedstrijd was echt een... was niet normaal. We gaan snel naar de ring om de winnaar te horen. En vooral om de winnaar te horen spreken. Snel wat in nieuws. And it's ruled a technical knockout for your winner. And now Glory Heavyweight Grand Prix Champion Rico Presents the Grand Prix Trophy is Glory Chairman Pierre Andrade.